Die is wel zielig hoor. Nou, wel even goed om te zeggen dat zowel de jongen als de haai het goed maken. We gaan het hebben over echte meisjes in de jungle. Daaraan heb jij meegedaan. Kan je uitleggen, wat is het voor programma? Nou, je stopt 12 best wel aparte types in een jungle en daar maak je een programma over. Wat versta je onder aparte types? Ja. Nou, gewoon alles wat niet normaal is. Subtoppers. Het programma dat, dat heeft een deelnemer per direct naar huis gestuurd vanwege een gevecht. Al in aflevering 2 van het nieuwe seizoen van Echte Meisjes in de Jungle loopt het volledig uit de hand. Deelnemster Louisa is uit het programma gezet. Maar dit is wel precies waar de kijker op zit te wachten. Sinds het begin van reality TV, Big Brother in 1999, heeft dit genre allang zijn onschuld verloren. Wie herinnert zich niet Terror Jaap in de Gouden Kooi, die er alles aan deed om zijn medekandidaten weg te treiteren? En ook het programma Utopia gaf de kijker precies wat hij wilde. Maar in 2019 gebeurt er dit. Een rigoureus besluit van RTL en Videoland. Er wordt voorlopig helemaal gestopt met guilty pleasure-programma's als Temptation Island en Love Island. Ik vrees dat we moeten concluderen dat dit genre alleen leuk is als het met misstanden tot stand komt. Is trash reality per definitie grensoverschrijdend? Ja, dat is de vraag. Dat is de grote vraag. We hebben overigens Louisa uitgenodigd vandaag om hier aan tafel te komen zitten. Dat wilde ze niet. Wel graag een keer een andere keer over iets anders. Maar goed, dat wilde ik wel even gezegd hebben. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Heb je het gezien dit? Ik heb het gezien, ja. Wat dacht jij? Ja, het is er weer. Was het in jouw tijd ook al zo? Ja, bij mij gingen ze ook allemaal matten. Maar dat is wel een beetje het idee van reality TV. De makers eten je op, kauwen op je. Als het programma afgelopen is, kwatten ze je uit en dan zit je helemaal onder het reality slijm. Maar je bent volwassen en je kiest er zelf voor. Maar toen was het ook al matten. En werd je niet naar huis gestuurd? Nee, bij mij niet. En ik weet nog dat ze bij mij gingen matten. En toen zag je echt het nephaar en de nepnagels in de rondte vliegen. En de makers stonden achter de camera's een soort van te juichen van yes, we hebben dit. Ja. En toen dacht ik, oké, dat is dus dit. Ja. Maar kijk eens even wat jou heeft gebracht. Hier aan de tafel van 7:30. Ja, maar ja, ik heb de NOS-app gedownload en ik dacht, ik ga maar kranten lezen, want anders komt het niet goed. Ja. Helemaal een beetje guilty pleasure, een beetje misschien? Ik heb het niet gezien, dit, maar ik ben nu instant een fan van Louise. Ja. Of Louisa, hoe heet ze? Ja. Ja, zo iemand moet je erin houden natuurlijk, die iedereen op zijn bek slaat. Dan moet je erin houden, ja. Het zijn alleen meisjes, want de titel is Meisjes in de Jungle. Nou, het heet Echte Meisjes in de Jungle, dus dan ga ik ervan uit dat dat wel zo is, ja. Maar dit ja. was eerst een jongen, hè? Dus dat weet jij niet helemaal, maar dit was de eerste jongen. Dus... Oh ja, daar ben ik er geen fan meer van. Sorry. Nee, nee, nee. Daar kan je echt niet om lachen. Dat is iets sterker. Hij zegt iets heel ergs, toch? Wat dan? Dat je er geen fan van bent omdat het eerste jongen was. Maar dat is een grap. Oké. Satire mag altijd. Maar als er gevochten wordt in een programma... Ja, dan... ja, weet je, als ik dit zo zie, ik had er wel iets van gehoord, muziek, de echte beelden. Ja, ik denk dat ik vind sowieso vrouwen die vechten, vind ik al... een beetje gek eruit zien. Bij jou gaan bij heel Holland Bakt. Gaan we nooit gaat niet op de vuist. Nee, dan gaan ze mensen elkaar omhelzen als ze eruit liggen. Precies. En dan is het gewoon feel good. En daar ben ik wel van. Ik zou dit programma zelf nooit maken. En ik snap wel dat ze deze dame eruit hebben gestuurd. Want dit, ik dacht dat het een duwtje was. Maar ze stort gewoon een paar meter naar beneden. Maar waar ligt voor jou de grens van wat je kunt maken als programmamaker? Nou, niet wanneer je gaat vechten. Niet wanneer er fysiek geweld is, daar ligt bij mij gewoon de grens. Maar ook verbaal geweld. Ik kan er niet veel over zeggen. Ik heb het een keer meegemaakt onlangs in het programma. Dat komt nog op de buis. Maar er was ook echt heel veel verbaal geweld. En dan heb ik wel zoiets van, jongens, dat hoeft ook niet. Weet je, je staat op 100, zit jezelf op 50. Dat is meer dan zat. Dus ik ben daar niet van. En ik vind het ook... Ja, ik kijk er niet graag. Maar het is dus, hè, waar ligt de grens? Verdient iemand dan een tweede kans soms? Ja, kijk, meneer, maar stel nu dat de programmamaker met deze mevrouw heeft gesproken en gezegd, joh, dit moet je echt niet maken. En je laat ook zien dat ze elkaar, dat zij excuus aanbiedt. En dan zou je nog kunnen zeggen, ze verdient een tweede kans.
Maar ik weet niet of het is gebeurd. En misschien was ze wel zo kwaad dat ze zoiets gezegd heeft. Ik ga mijn excuus niet aanbieden, want ik heb begrepen dat... Ze heeft heel erg spijt van. Ze heeft vandaag op haar Instagram echt spijt betuigd. Ja, misschien toen... Iedereen is menselijk. Dit kan gebeuren, zo ben ik gebeuren. Niet. Dat kan gebeuren. Je brengt mensen ook in een onmogelijke situatie. In de jungle. Ik bedoel, je hebt dat andere programma Temptation Island geloof, dat je niet tevreden krijgt en al dat soort zaken. Maar Temptation Island moet je vreemd gaan en je krijgt dus wel... Oh nee, maar hoe heet dat andere programma dan? Robinson. Ja, dan krijg je niet te eten. Dan word je natuurlijk ook wel gedwongen bijna om... Ik heb Expeditie Robinson mee gedaan. Ik heb 17 dagen alleen op een eiland gezeten. Dus je kunt ook niet meer slaan. Maar ik bedoel, ik heb... na 2 dagen kwam er iemand bij. Ja, ik had ook irritaties met Rob Geus bijvoorbeeld. Maar die ga ik er niet af liggen slaan. En ook heb je geneten. Of hij slaat mij, maar dat slaat er nergens op. Jij krijgt die lach niet meer van mijn gezicht? Nee, die zo nooit van mijn gezicht. Ik ben altijd vrolijk, dus wat dat betreft. Nee, maar het is natuurlijk wel zwaar. Expeditie Robinson zal wel iets zwaarder zijn dan dit, denk ik. Ik weet het niet. Wij hebben geen telefoon, we hebben geen tijd. Ja, je weet niks, je ligt in het zand. Dus dat is Expeditie Robinson. Ja. Helene, ik denk dat jij dat heel goed zou kunnen, zo'n Expeditie Robinson. Nooit. Zou je gaan matten? Nooit. Nee, ik zou er gewoon niet aan meedoen. Het is echt niks voor mij. Je krijgt geen eten. Je zit op een soort zandvlakte in de hitte. En ik heb een heel fijn huis. Ik heb een heel fijn leven. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? Voor het geld, Helene. Voor het geld. Ja, als je mij ooit ziet in zo'n programma... dan ben ik afgeperst door sextortion. Of dan is er iets verschrikkelijks gebeurd waardoor ik geld nodig heb. Ik wil er toch op inhaken, want als je geld... Ik deed niet mee om het geld. Ze benaderden mij en hadden eerst psychologische test. Ik denk, ja, die haal ik toch niet. Dus nou, ben ik dan toevallig doorheen gekomen. Maar ik wou meedoen omdat ik een heel bevoorrecht leven heb. We zijn gezond, we kunnen de rekening betalen, we kunnen eten. Maar ik wou eens een keer meemaken als er niks is. Nou, had ik het enigste wat ik geoefend had, was kokosnoten openmaken. Maar die hadden ze niet in Kroatië. Want wij gingen door corona naar Kroatië en niet naar de Filipijnen. Dus ja, hoe ver heb je het geschopt? Zeg je? Hoe ver heb je het geschopt? Nou, ik heb 17 dagen daar gezeten. Ja. Oh ja, ik heb het niet gezien. Nee, 17 maar, dagen. Maar als je thuis, wil weten hoe het is om niks te hebben, dan kan je toch ook zelf naar Lesbos gaan en in een asielzoekerscentrum gaan zitten. Nee, daar weet je het is. Het is ook een maar strijd. Even terug naar dit programma. Makers. Ja, voel natuurlijk wel een beetje aan misschien dat dit zou kunnen gebeuren. Als je, ja. Maar dit hele genre is totaal versleten. Kijk, als het gaat om fysiek en verbaal geweld, Jerry Springer Show. Ja, ja, ja. 25 jaar geleden, allemaal in scène gezet. Wie zegt dat dit niet in scène gezet is? Tegenwoordig kun je bij iedere scène in om het even welke reality show denken, het is in scène. Ja, omdat er overal nu een vergrootglas op ligt, lijkt ook wel. Ja, maar je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Pietje Bel mag ook niet meer, heb ik gehoord pas. Er wordt 's morgens iemand wakker, want er worden geen 10 mensen tegelijk wakker 's morgens. Hè. Dus er is 1 iemand en die denkt, ik zal vandaag eens over Pietje Bel beginnen... dat er van 9 tot 12 moet gaan, dit leeftijd. Ja. Nee, en wij doen er gewoon allemaal mee. We zeggen, nou, Pietje Bel gaat van 9 naar 12. Het gaat toch helemaal nergens meer over Nederland. Kooiboyke mag niet, Indiaantje mag niet. Je mag niks meer. Ik was vroeger al sheriff. Ik had een holse met 2 pistolen met een kurk. Maar je mag niks meer. Hij is eigenlijk gewoon een goeie voor dit programma. Je gooit er gewoon muntjes in en het gaat gewoon praten. Nou, ik wou denken, ik zit met Britt. Ik zal ze eens een keer voor zijn. Ja, ik wil het zeggen. Meestal was jij dat. Ja. Nou goed, soms een tweede kans. Ja, goed gesprek kan ook wel helpen. Maar jouw grenzen liggen sowieso best. Je bent sowieso van een tweede kans en dat soort dingen. Toch? Nou, alles wat ik denk dat het leven wel bestaat als je iedereen maar gelijk cancelt... en dat je niemand geen tweede kans geeft. Dan vind ik dat je erg sneu bent. Ik vind dat iedereen... Er zijn wel grenzen. Maar ik vind in dit geval, als zij een goed gesprek had gehad... is dat spijt betuigd. Hè, dat zie je dan ook op camera. Had ik niet moeten doen. Die vrouw had wel de elleboog uit de kom, heb ik begrepen. Maar als ze dat niet wilde en nu heeft ze spijt achteraf, ja, dat snap ik ook wel. Maar een tweede kans is niet erg hoor, Britt. Maar het hele leven is één grote tweede kans. Ja, ja, dat is ook wel. Dat is mooi gezegd. Dat is mooi, mooi gesproken. Ik weet niet wat ik ermee bedoel, maar... maar ik vind het wel een lekker om het weekend mee in te gaan, Herman. Het is een tegeltje. Je bent 65? 65. En hij wordt vader in maart. Voor het eerst. Dat is ook een ding. In deze wereld met sexting en al dat soort... Ja. Maar jij hebt alweer weekend. Ja, jij doet een uurtje. En ja, precies. Ik heb nu al een weekend, jongens. Ik ben er volgende week weer. Maar voordat wij eruit gaan, gaan we toch nog even terug naar Rotterdam. Terug naar de sneeuw. En daar kan je ook wel heel erg blij mee zijn. Ja, live vanuit Rotterdam. Op het pad van Stadsmeer. Kijk, de voertuigen staan klaar. Maar wat zien we daarheen? Ja, Rotterdam kleurt weer wit. We gaan die sneeuwvlokken weer pakken. Bam, op die schuivert.
Ja, mooi, lieve mensen. Ik heb het al in het begin even gezegd. Ik ben heel dankbaar dat ik hier weer mag zitten. Ik ben blij dat jullie er vanavond waren. Dus al mijn gasten, dankjewel. Maandag dan zit Helene hier. Dan is de gast Jack Vergelder en Diana Kuip. Heb een heel fijn weekend. Wees lief voor elkaar. Tot snel. Hey!